Fantastisch, dankjewel. U hoorde Christian in een stuk van een jazzpianist, Chick Corea. En dit muziekwerk is echt uitgegroeid tot een klassieker in de jazz fusion. En het eerste werk waarmee we het tweede gedeelte geopend hebben, dat was Stormbreak in de hoofdrol de drumband. En dan wil ik toch nog even iets rechtzetten, dames en heren, want ik ben iets vergeten in het eerste deel. Kunt u zich nog herinneren het nummer Under the Boardwalk? Ja, en er zaten twee van onze hele goede eigen solisten in en ik heb ze niet benoemd. En dat moet ik rechtzetten, anders kan ik vannacht niet slapen. Maurice Beijers en Ella Oostenbach, ga nog even opstaan. Solo, jullie daar ook een dansje hadden jullie erbij gedaan, hè? Ja. We gaan door met The Thrilling Life of a Hero. En hierin wordt het leven van een filmheld beschreven. En alles komt voorbij. Spanning, beetje misdaad, maar ook romantiek. En deze muzikale actiefilm die wordt opgevolgd door Remy Rossi van Hardy Mertens. En Remy Rossi is van origine samba parade muziek. En in deze bewerking vormt de drumband de samba band. En zij begeleiden de fanfare en de improvisatie van een aantal van onze solisten. En nu ga ik ze goed opnoemen. Dat is Anouk op bugo, Joost op trombone, Gwenny op vibrafoon en Christian op altsax. Je hebt druk vandaag, hè? Maar we beginnen met The Thrilling Life of a Hero. Thank you.
Want hij danselt iets zo lekker met. Moet je maar eens op letten. Tijd voor heel wat anders. En onze volgende solist is een echte trumpet queen. En u zult dadelijk gaan zien, het is een bijzonder muzikale geroutineerde trompetiste. En ze heeft haar sporen al dik verdiend in de muziekwereld. En het mooie is dat ook deze muzikant ooit begonnen is in de fanfare. En zo ziet u toch wel die fanfares, dat zijn echt wel kweekvijvers voor muzikale talenten. En vandaag gaat ze voor u spelen, A Tribute to Harry James. En Harry James was een hele bekende, beroemde trompetist in zijn tijd.
En haar naam is natuurlijk niet echt de Trumpet Queen. Vond hem wel heel mooi en ze ziet er ook heel mooi uit. Ga je dadelijk zien. Maar wel Maxine Tegelaars. Graag een applaus voor Maxine. Thank you.
te zeggen, hier komt Maxine, dat denkt nooit de lading. Fantastisch. Dankjewel, Maxine. Wat gaat het snel? We gaan al richting, nou ja, nog niet helemaal, maar we gaan al langzaam richting het einde van ons concert. Maar dat doen we natuurlijk niet zo, we gaan nog even heerlijk knallen. Met onze muzikanten en met onze gastsolist. En het valt mij op, er komt dadelijk echt hele lekkere muziek. Voel die nou de neiging om een beetje mee te doen? Mag hoor, je hoeft niet te blijven zitten. Laat die heupen maar aan het swingen. Want, wat komt er voorbij? Crazy Little Thing Called Love. Let Me Entertain You, Vida La Vida en Living La Vida Loca. Dat nodigt echt wel uit om hier mee te dansen. En ik weet zeker, het gaat een feestje worden. Dus dames en heren, geef ze nog een keer een warm applaus. Onze muzikanten en René van Kolten. Het hoeft niet mooi, het mag hard en lelijk. Dat mag gewoon. En zeker bij het volgende liedje mag het hard en lelijk.
let's come over here. Now scream! I'm the pretty energy of everything I used to be. You're my rock and that's the thing. My girl! Is oh. Dus ik denk dat moeten we dat nog goed oefenen. Komt goed, hè? Oh. Ik geef straks een teken en dan mag je helemaal los in de oh. Still all the dice, feel the fear in my enemy.
your king is there, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt, pillars of sand. Zo fijn om dit te mogen doen, sorry hoor, dat ik u daar met lastig van heb. Er is niks fijners dan met de muziek maken met elkaar. En hier in het zuiden gebeurt dat gelukkig nog op grote schaal, maar er wordt steeds minder overal. En dat moeten we heel erg koesteren, want dit soort fantastische orkesten zijn een zegen voor de samenleving. We gaan met de we doen er alles aan om alle muziekonderwijs zoveel mogelijk weg te bezuinigen. Dat is eeuwig zonde. We gaan nog eentje doen, toch? Ja. Ricky Martin. Hij mag meegedanst worden. Ik doe ook mijn best. For every day and night, she won't take your hopes out there.
city. Dus ik ga nog wel een toegift proberen los te peuteren. Jo! Gaat het wel lukken. Maar voordat ik daartoe kom, wil ik toch eerst een aantal mensen gaan bedanken. En daar komt hij weer. Ja, ik wil. Jubileumjaar. En wat fijn dat we dit hier vandaag met u mochten vieren. Dit is officieel onze laatste activiteit die in het teken staat van ons jubileum. En hoe kun je dat nou beter vieren, dit feest, dan met u?
De mensen die ons een warm hart toedragen, de mensen die ons steunen, de mensen die we iedere keer weer terug zien komen als we concerteren. En daarnaast ook heel veel nieuwe fans, want zo ga ik u gewoon noemen. En dat is fantastisch, want hier doe je het als muzikant voor. En ik word een beetje emotioneel, want de vereniging gaat me aan mijn hart. En we hebben een ontzettend mooi jaar gehad. En je kijkt er heel erg naar uit en dan opeens is het punt dat het bijna voorbij is. Maar ik denk dat we met z'n allen kunnen terugkijken op een ontzettend mooi en gaaf jubileumjaar. Met heel veel mooie activiteiten. En vandaag was voor ons echt de kers op de taart. En ik wil daar graag een aantal mensen vandaag ook voor gaan bedanken. En het is een beetje krap hier, dus we moeten een beetje improviseren. Maar ik ga een aantal namen oproepen en dan wil ik toch graag dat jullie even naar voren komen. Dat zijn sowieso onze solisten Christian, Maxine, fantastische solisten en wat mooi om te zien dat zoveel jonge mensen de blaasmuziek een warm hart toedragen. En hun plezier en hun werk nog hermaken met muziek maken en mensen entertainen. Fantastisch. Bart Rademakers, als leider van het combo, ik wil jou ook graag erbij. Gaat dat lukken of zit je helemaal ingeklemd? Leider van het combo. Podium pakken, ik ga gewoon hier staan. Tada. Onze concertmeester Roger Moermans namens het korps, alsjeblieft. Een man die ontzettend veel tijd en ontzettend veel werk gestoken heeft in dit concert. En het is dat je vrouw mee musiceert, want anders denk ik had je toch wel eens problemen thuis. Maar nu gaat dat goed, hè? Goed zo. En dan wil ik ook graag, en ik weet dat hij me hierom niet leuk gaat vinden, maar ik ga het toch doen, onze voorzitter Jos Oostenbach. Alsjeblieft, wil je op het podium komen. Zorgt dat deze vereniging continu in beweging blijft. Dan natuurlijk onze dirigent Ben Essers. Uit te dagen en dat waarderen we ook enorm. En dan als laatste, René, kom eens bij José. Voor jullie allemaal een mooi bouquet bloemen. Dames, de bloemen alsjeblieft. En ze weten thuis natuurlijk dat je concert hebt vandaag, hè, René? Ja. Ja, dan, maar ja, goed. Dan kan ik een uurtje later thuis komen. Oh ja, dat scheelt. Overal is over nagedacht. Dames en heren, geef ze nog een warm applaus. Ben, maar ik kijk... Sorry, ik ben al te vroeg, want ik kijk nog even naar jou. Zit er nog wat in het vat? Willen jullie nog? Ja. Dank jullie wel.
Nou, we hebben nog een toegift van 35 minuten voor u. Ik denk dat je grapje maakt. Maar, nee hoor, u kunt wel bijna elk liedje meezingen, denk ik. Het is wel een beetje raar, want ik kom zelf uit de buurt van Rotterdam. En we zijn hier in het zuiden. En dan gaan we iets doen wat heel erg aan Amsterdam gelinkt is. Maar goed, iedereen kent André Hazes, dus dat scheelt. Kinder, ik te droppen deze
gedaan. En ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van een leven, zoveel vrienden onbekend. Met moed en tranen, zei ik rond hier in mijn hoofd. Met moed en tranen. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt niet zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg met die angst, ik wist het al. Dit is mijn dag vandaag. Geef mij een dag, ik groet je door hoofd. Terug, geef mij nu de nacht. Ik geef je de ogen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de ogen terug, geef mij nu de nacht. Ik geef je de ogen terug, zolang ik je niet verlies. Vind ik heus wel een weg met jou. Oh,
We'll be right back.
fire and let it through.